Annelies in Almenbroek. In Almenbroek, ja. Ik wou wel zeggen dat het een bijzondere kunstvorm is. Ja, ja zeker, dankjewel. Ik ben hier begonnen met de broekjes, zeg maar. En iedereen hoorde je daarover, van dat ze het zo leuk vonden. Het Almenbroek met de spijkerbroek aan de weg. Nou ja, ik ben bloemist samen met mijn collega Fiona Konings. En wij doen altijd grote evenementen. En ja, we dachten nu dit jaar van goh, we gaan meedoen met de kunstroute. Ja. Je bent bloemister van beroep? Het is mijn vak, ja. Okay. Ons vak. Ja, wij doen niet anders de hele dagen. Ja. Ja. Dat is al kunst op zich. Dat is zeker een kunst op zich vandaag. Je combineert dit met allerlei leuke dingen, zoals we hier kunnen zien. Ja, klopt inderdaad. Dingen weggooien vinden we altijd heel moeilijk. Want dan heb je een mooie tak en dat je denkt, ja, daar kan je weer wat mee. Ja, ja. Laat fietswielen gebruiken, veel oude schilderijen. En, fietsbanden heb ik gezien. Fietsbanden inderdaad. Ja. Je kan je hele leuke dingen mee doen, zoals u gezien heeft inderdaad. Ja. Ja. Hoe lang duurde het al? Mijn vak, ik ben op mijn 12e al begonnen in bloemenzaken te werken en dergelijke. En heel de opleiding gedaan, nog een jaar de meesterbindopleiding gedaan. En ik op mijn 20e zak mijn eigen bloemenzaak. Ja. En hoe gaat het met de handel? Ja, dat is altijd een rare vraag, zeg maar. De handel zelf in de bloemen vind ik zelf momenteel een moeilijke tijd, zeg maar. Want er is zoveel bijverkoop, zeg maar. Als je naar de supermarkt gaat, staan er bloemen. Zelfs bij de bouwmarkten kan je alweer planten en bloemen vinden. Dus de echte bloemist die heeft het wel moeilijk en die moet zich echt goed gaan onderscheiden. En dan heeft het bestaansrecht, zeg maar. Ja. Ja, misschien kunnen wij een kleine bijdrage leveren om het vandaag toch goed te maken. Ja, nou wie weet inderdaad. Wij werken wel freelance, dus als een bloemist ons nodig hebt, dan komen wij in actie en gaan we voor hun werken, zeg maar. Ja, nou, heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Oh, super. Ja, daarvoor gaat het goed. Esther, hallo. Wat is jouw bijdrage vandaag? Mijn bijdrage is keramiek aan de kunstroute. En ik maak al zo'n ruim 15 jaar keramiek. En dit is de derde keer dat ik meedoe aan de kunstroute. En ik vind het ontzettend leuk om mee te mogen doen. En dit is de eerste keer op deze locatie. En het is natuurlijk een prachtige locatie. En zeker in combinatie met het bloemwerk van Annelies en van Fiona. Ja, is een feestje. Even voor de niet-kenners, wat is keramiek? Keramiek is eigenlijk klei. En ik maak handgemaakt keramiek. Dus geen draaivormen. Dat bouw ik op met de handen. Dan laat je de klei goed drogen. Dan wordt het gebakken in een oven, minimaal 1000 graden. En daarna kan je nog een toevoeging aan het keramiek doen, zoals een glazuur of een oxide. En daarmee geef je kleur aan het keramiek. Okay. En moet het na dat kleuren weer gebakken worden? Ja, dan moet het weer in de oven. Ja. En dat is een heel proces, dus daar ben je wel even mee bezig. En het is hartstikke leuk, want het is elke keer weer een verrassing als de oven dan open gaat. Om te kijken of dat het gelukt is wat je wilde en of dat het de kleuren zijn die je wilde. En het is heel verrassend. Oh, die kleuren, dat weet je niet van tevoren. Je weet het wel, maar in de oven kan een glazuur, wat je dus toevoegt aan het keramiek, altijd anders uitpakken als dat je van tevoren bedenkt. Dus, en zeker ook als je met de oxides werkt. Als je een oxide dikker aanbrengt, dan wordt de kleur intensiever. En dat is ook altijd heel leuk. Ja, daar werk ik graag mee. En wat zijn de reacties op je kunst van vandaag? Hartstikke positief. Heel leuk. Ja, echt heel leuk om te horen. Dat veel belangstelling ook? Ja, veel belangstelling. Veel belangstelling van de mensen. Veel positieve reacties. Dat ze het leuk vinden. Dat ze het mooi vinden. Dat ze het veel vinden. Het is veel werk, maar als je dan nu die positieve reacties ziet, dan is het meer dan waard. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Nog veel succes vandaag. Dank je wel. Okay.
Fiona, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw bijdrage vandaag aan de kunstroute? Bloemenkunst. Ik heb samen met Annelies en Esther een expositie van bloemkunst samen met keramiek. En mijn bijdrage is de bloemen. Ja, ja. Ja. Doe je dat al lang? Ja. Ongeveer 20 jaar denk ik. Oké. Ja, waarvan 12 jaar zelfstandig. Ja. En die kunstroute waar we het net over hadden, is dan een soort samenwerking van verschillende kunstenaars? Ja. Er doen heel veel kunstenaars aan mee, onder andere schilderijen en fotokunst. Ja, bloemkunst was eigenlijk vorig jaar voor het eerst. En daar hebben we ons voor opgegeven en dat was hartstikke leuk. Ja. Dus dit jaar weer. Ja, ik vraag dat omdat er natuurlijk 3 kunstenaars bij een adres zitten. Ja, klopt. En jullie werken samen. Annelies en ik zijn collega's, okay. Dus we werken hier vaker samen en dan creëren we de mooie dingen. Ja. Ja. Geen concurrentie? Nee. Collega's. Ja. Hoe gaan de zaken vandaag? Ja, hartstikke goed. Ja. Wat verkocht? Ja, ik heb wat verkocht. Okay. Ja, mijn vaas is van fietsbanden. Ja. Oké. Okay. Maak ik ook. Ja. Nou, ik wens je nog heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Jullie ook.